Dit is de luchthaven Shannon aan de westkust van Ierland. En dit is de verkeerstoren van het vliegveld, waarover zoveel geschreven en gesproken is, nadat de KLM Super Constellation Triton onder bevel van Commodore Viruli op 2 minuten vliegens van Shannon in de gelijknamige rivier was verongelukt. Bij laag tij steekt het wrak van de machine nog gedeeltelijk boven water uit. Maar als bij hoog tij het oceaanwater de monding van de Shannon binnenstroomt, verdwijnt de Triton vrijwel geheel onder het woelige oppervlak. Het vliegtuig was met 46 passagiers en een 10-koppige bemanning op weg naar New York. Onmiddellijk nadat het toestel in de rivier was terechtgekomen, begon in het duister van de nacht een strijd op leven en dood. Zonder dat van Shannon hulp kwam opdagen, worstelden een deel van de bemanning en de passagiers urenlang om de kust te bereiken. Voetsporen in de modder zijn de stille getuigen van deze strijd. Ergens in het riet liggen de rubberboten waarmee 22 passagiers en 7 leden der bemanning zich in veiligheid hebben kunnen stellen. Eén hunner overleed echter kort na aankomst. 24 andere passagiers en 3 bemanningsleden konden het wrak helaas niet meer verlaten. Benzinedampen die zich in de cabine ontwikkelden, doordat een der tanks bij de val was gebroken, zijn hun noodlotten geworden. Hun stoffelijk overschot werd later geborgen. Onder de slachtoffers bevonden zich 12 Nederlanders, 9 passagiers en 3 bemanningsleden die tot het laatst hun plicht hebben gedaan. Vertegenwoordigers van de Nederlandse en Ierse luchtvaartinspecties zijn spoedig een onderzoek begonnen, waarvan de resultaten echter nog niet bekend zijn. Gebroken en vleugellam ligt de Triton, een van de 11 superconstellations van de KLM, in de modder van de Shannon. Langzaam zinkt hij verder daarin weg. Op Schiphol keerden daags na de ramp 4 bemanningsleden terug in de familiekring. Het was een ontroerend ogenblik voor de radiotelegrafist Oudshoorn, voor de tweede vlieger Evert Webbink, de man die na een tocht van 2 uur door de modder de verkeerstoren op Shannon heeft gewaarschuwd, voor de tweede boordwerktuigkundige Kiewitz, die evenals zijn collega's in geleende burgerkleren arriveerde, omdat de uniformen niet meer gedragen konden worden, en voor de derde vlieger Tiemann. 2 dagen later kwamen ook de andere leden der bemanning, die voor het onderzoek nog in Shannon hadden moeten achterblijven, met een Super Constellation in Amsterdam terug. Het waren gezagvoerder Viruli, eerste vlieger Parfit en eerste boordwerktuigkundige Rademaker. De moeder en de vader van Viruli, zijn dochter die zelf stewardess is, en 2 zoons, alsmede vele vrienden en kennissen, waren hem hier komen afhalen. Vlieger Parfit zag op Schiphol zijn vrouw en beide kinderen terug. Onmiddellijk na hun aankomst stonden Viruli en de beide andere KLM'ers de vertegenwoordigers van de pers te woord. Hier vertelden ze van het drama dat zich had voltrokken. Tevoren was zulks al geschied door de president-directeur van de KLM, de heer Ahler, die zijn gesprek met de pers als volgt besloot. Heren, ik heb u naar mijn beste weten het verslag gedaan van het grote ongeluk wat ons eergisteren heeft getroffen. En natuurlijk gaan onze gedachten in de eerste plaats uit naar al die families en alle nabestaanden van de passagiers en van de bemanning die niet meer terug zullen komen. Ook voor de KLM is het een zeer zware slag. Maar ik verzeker u dat in het hele KLM-personeel de geest vaardig is om te zeggen: wij zullen doorwerken en we zullen bewijzen wat al die jaren geregeld bewezen is, dat de KLM zijn plaats in de wereldluchtvaart verdient door veilig en regelmatig te vliegen. Want wij vliegen 5 keer per dag rond de wereld. 200.000 kilometer per dag.